deze jongerendienst met het thema It's Getting Late. Deze dienst wordt geheel verzorgd door het koor Salvation uit Wilsum. Er is ook een collecte voor het plaatselijk jeugdwerk aan het eind van de dienst. En u bent ook van harte welkom om nog even wat te blijven drinken aan het eind. Veel plezier! Goedenavond allemaal. Kijkt u wel eens goed om u heen? Wat gebeurt er toch veel, hè, de laatste tijd? Het journaal laat elke dag de meest verschrikkelijke beelden zien van de wereld om ons heen. De krant staat vol met foto's en verhalen van allerlei nare dingen. Het lijkt wel of alles wat vroeger alleen in verre landen of grote steden gebeurde, nu veel dichterbij komt. De frequentie van natuurrampen doet de wetenschap grote zorgen baren. De ene ramp valt de andere op en je vraagt je af wanneer wij getroffen worden. De aarde warmt op door het gat in de ozonlaag die wij zelf veroorzaken. Wanneer we ons eens in deze zaken gaan verdiepen, moeten we ons wel zorgen gaan maken voor de toekomst. Oké, onze generatie zal misschien geen last van ondervinding. Maar hoe gaat het bij de volgende? Het Midden-Oosten staat in vuur en vlam. Continu zijn er nieuwe ontwikkelingen waarin Jeruzalem centraal staat. Eigenlijk is alles wat ik zojuist heb genoemd oud nieuws. Worden deze dingen opgevoed? De profeten zijn daar bijvoorbeeld heel duidelijk over. Ook Jezus zelf spreekt over de eindtijd. Hij noemt in Marcus 13 deze dingen het begin der weeën. En als de weeën beginnen, is het kind op komst. Jezus waarschuwt ons om waakzaam en oplettend te zijn. Om vooral niet in slaap te worden gesust door de Satan en zijn valse profeten. Vaak wordt als dooddoener gezegd dat oorlogen en natuurrampen altijd al aanwezig zijn geweest. Maar er is wel degelijk een verschil. Door de huidige media weten we nu binnen een uur wat er in een uithoek van bijvoorbeeld China gebeurt en dat wist men vroeger niet. Als koor willen wij graag een boodschap uitdragen door middel van deze nieuwsgroep. Het feit dat de tijd dringt voor iedereen op deze wereld, dus ook voor ons hier in Kampen. We hopen dat die boodschap dan ook duidelijk mag overkomen. De teksten staan vertaald in een Nederlands projectiescherm. We hopen op een fijne avond. Nog even een mededeling. Mocht u willen applaudisseren, dan graag aan het eind en niet tussendoor. Tussen de droom van morgen en de spijt van gisteren ligt de kans van vandaag. Thank you.
De profeten Daniel, Ezechiël en Johannes hebben gezien dat zonde en dood niet voor eeuwig over deze wereld zal heersen. Ze hebben ons verteld dat na gelang de tijd vordert er een toename zal zijn van verwoesting, ziekte en ellende. Toch is er hoop die sterker is dan de ondergang. Ze hebben namelijk ook voorspeld dat onze gebroken wereld gered zal worden. Het koninkrijk van God, van vrede en gerechtigheid zal baanbreken. Jezus heeft gezegd dat we moeten letten op wat er met Israël en Jeruzalem gebeurt. Als er een nieuwe tempel gebouwd wordt, alle profetieën zullen vervuld worden. Jezus zal eenmaal over deze aarde zijn wereld regeren. Zijn machtige belofte zijn waar. Zal deze generatie hem meemaken? I can be.
atheïsme, universeel, illusie, zonder God. Superkerk, feest, fantastisch. Wees op je hoede, de tijd dringt. Jezus die is en blijft de weg, de waarheid en het leven. Ook jij mag er zijn voor God. Washed away.
Er zal een tijd komen dat volk opstaat tegen volk en natie tegen natie. Er zal honger zijn en dood. Er zullen ziekten en aardbevingen zijn. Chaos zullen zijn, Israël in het middelpunt. Van noord en zuid, oost en west zullen we elkaar treffen in de grote oorlog van Armageddon in de wereld. Na een paar jaar zal hij een masker van schijn afwerpen. Hij zal beweren een nieuwe Messias te zijn, maar hij is vol duisternis en kwaad. Hij is de Antichrist. Oh,
antichrist zal mensen gaan volgen die voor de waarheid en echtheid staan. Gelovigen zullen moeten onderduiken. Deze periode zal niet gemakkelijk zijn. Maar dan zullen wij als gelovigen elkaar mogen oproepen. Hef uw hoofd omhoog, want uw verlossing is nabij. We hoeven niet te buigen voor deze wereldheerser en zijn systeem. En zullen we dat ook niet doen. Uiteindelijk heeft God alle macht in de heerschappij. In deze periode zal God 7 oordelen en 7 vragen over deze wereld laten komen. Ben jij wakker om God te volgen? Ik roep je op om te geloven. Coming and the judgment of the devil began. When the sky will be darkened and the mountain zich voltrekken en zullen talloze opgeroepen worden als soldaat.
Armageddon zal in het land Israël uitgevochten worden. Is oorlog nodig om die conflicten uit te vechten? Laat je reinigen door de vredevorst Jezus Christus. Dit is oneindig, veel sterker. God overwint.